Zo Bart, we zitten weer in de auto en we zijn op weg naar Rotterdam. Ja. En in Rotterdam, daar is een grote toren, de Cool Tower. Ja. En daar heeft Peter een appartement gekocht. Ja, ja, zeker. En daar gaan we vandaag eens even kijken. Ja, ja, zeker. Dat is een grote hoogte van de 33ste verdieping. Ja. En dan zit je op ruim 100 meter. Zo, ruim 100 meter, dat is veel. Dat is veel. Mm-hmm. Nou, dat gaan we vandaag dan eens op ons dode akkertje allemaal bekijken. Ja, precies. Hé Bart, we zijn nu bij de ingang van de Maastunnel. Want Peterse flat staat in Noord en wij wonen in Zuid. En ja. Deze tunnel is al heel oud. Zo. Meestal nemen we met de fiets. Mm-hmm. Maar nu gaan we met de auto erheen. Kijk hoe netjes dat rijdt hier. Ja. Ja, want je kunt hier niet harder rijden. Want er is trajectcontrole door de politie. Oh ja. En dat betekent als je hele stuk 60 zou rijden, dat je 10 kilometer te hard rijdt. Ja. En dat is een hele hoge boete. Zeker. Maar, een hele oude tunnel hoor, van voor de Tweede Wereldoorlog. Dus die is wel 70, 75 jaar oud, denk ik. Mm-hmm. Zo. Bijna zo oud als ik. Ja. Nou, dan zijn we er bijna doorheen. Ik rijd te hard. Pas op. Pas op, want we willen geen bekeuring. Nee, precies. Dan rijd ik nu even iets onder de 50. Dan maakt hij dat weer in orde. Ja. Nou, eens kijken hoe ver het nog is. Ik zie daar al licht komen. Jij ook? Ja. Zeker, ik zie daar al licht komen. Oké, nou dan zijn we er bijna doorheen. Ja. En dan gaan we rustig op weg naar de Cool Tower. Precies. Kijk, daar lopen mensen. Die gaan naar de Euromast. Ja. Precies. Kijk, we zijn er. Ja, precies. Dus dan gaan we straks wel weer verder. Zeker. Oké, tot zo. Zo, opa. Daar zitten ja, we. En nu zitten we en dan moeten we naar de tweede verdieping rijden. Ja, precies, ja. Het is wel een hoge weg, zeg. Precies, zo, ja. Hallo. Ja, zo hallo inderdaad. Zo hallo. Kun je wel zeggen, hè? Wel hoog, hè? Dan is dit één. Ja. Denk ik. Zo. Die hebben we overleefd. Kan ik daar naar de tweede? Ja, hè? Dat denk ik wel. Ja, ik denk het ook. We gaan het maar eens proberen. Oh, wacht even. Ja. Moeten we even een stukje terug? Ja. Slim. Tweede verdieping. Twee. Nou, het is behoorlijk stijl, hè? Vind ik ook. Behoorlijk stijl. Kijk maar, zo. Oh, Peter is er al, zie je? Ja, precies. Daar loopt hij inderdaad. Ja. Nou, we zijn er hoor, jongen. Zeker. Hey Bart, we zitten nu op 100 meter hoogte. Dat ja. Zou je niet zeggen als je dit beeld ziet. Mm-hmm. Maar als we even naar de raam kunnen lopen. Ja. En je kijkt naar buiten. Ja. Nou, dan zie je het wel. Ja. Nou ja, misschien de camera even omdraaien, dan zien ze nog beter. Ja, precies. Kijk, zo opa. Ja, dat is hoog hè. Dat. Nou, en dan wandelen we even naar buiten Bart. Zo. Kom hè. Ja, ja. Oké. Ja, oké, is goed. Nou, kijk eens, dan ben je buiten, dan kun je het allemaal helemaal goed zien. Ja. Hier is een kamertje van hem, daar is een slaapkamer. En ja. Het mooiste is natuurlijk als je hier naar buiten kijkt. Mooi, jij vindt het mooi, maar ja. Ik vind het gewoon hoog. Echt. Ik vind het echt hoog, man. En daar stond ook in de lift, man. Oeh, ja, ik dood angst. En daar zie je de. Ja, precies, ja. Nou, ik
zal nog even een stukje nemen en ontmijnen. Die kun je er nog dadelijk bijvoegen. Ja. Even kijken. Mm-hmm. Dan gaan we deze aanzetten. Of nou ja, dat hoeft in principe toch niet echt. Nee, eigenlijk. Ik ga naar beneden kijken. Kijk, hier zijn we op de pomp. Mm-hmm. En dan kijken we hoe ontzettend hoog het is. Ja. Zie je? Dan gaan we even. Nu staan we op het balkon. En ik ga hier rechts naar beneden. Zo, precies hoog. Ja, precies, die kant op. Ja. Het is echt hoog. Mag je dat filmpje ook gebruiken? Ja, precies. En dan wordt het allemaal wat heel mooier. Ja, dat zeker. Ja. Nu staan we op het balkon en ik kijk nu recht naar beneden. Zo, dat is hoog, jongen. En dan gaan we even deze kant op. Dit is echt hoog. Ook goed te gaan, man. Ja. Je moet natuurlijk wel een beetje het pand laten zien. Dus we zijn hier buiten, zie je? Hoeveel minuten? 1:41. Dat is nog niet genoeg voor dat nummer van Skrillex. Zal ik even zo gaan? Is nou iets van 3 minuten of zo? 3 minuten. Ja, dan zijn we bijna, denk ik. Ja. En dan natuurlijk zo'n beetje heftig spinnen, want het is een diep step. Kijk, en dan een beetje zo.
Ja, hoeveel minuten? 3 minuten moet je hebben. Ongeveer zoiets. Nog even. Kijk, zie je, dan kom ik dus zo weg. Ja, doe maar. Zien waar ik net heel erg heftig was, waar ik net heel heftig was. Kijk, moet je kijken. Ja, maar ja, kijk, jullie gaan gewoon mijn reactie zien, dus ik ben heel benieuwd. Naar beneden. Ik ben heel benieuwd. Oké, Bart, kijk, waar gaan we heen? 29. Ja, precies. Dan pikken we jou hier. Ja, precies. Voel je hem al? Ja, ik voel het zeker. Nou. Zo. Daar komt niemand in. Nee, fijn. Oh, wel. Nou, ja, dan stoppen we nu. Ik zal nog even naar boven doen. Ja. Hallo. Zo. Ja. Ik weet het niet, volgers. Ik weet het niet. Nee, deze moeten we nemen. Oh ja, kijk. Opa weet hoe we moeten. Nou, dan gaan we het eentje naar beneden. Doen we deze zo, of waar het is. Ja, nou ja. Zo kan het ook inderdaad. Zus. Ja, joh. Nu kan het ook. Dan gaan we het gewoon op ons dode akkertje. Ja. Ja hoor. Kijk. Er is een auto staat, ja. Waar staat die? Daar. Dus dat gaat die kant op. Precies. En dan moeten we er straks daar uit. Ja, precies, ja joh. Die lift, zag je mijn reactie? Die lift was gewoon echt. Ja. Die is heftig, zag je? Zeker. Ja, zeker. Dan ga je eerst de auto uitrijden. Ja. En dan ga jij instappen. Oh ja, precies. Oh ja, tuurlijk, ja. Daar komt-ie! Zo, dan stap ik in. Ja. Ja. Zo, opa, dan gaan we weer naar beneden. Ja. Nou, ja, en dan moet je heel voorzichtig doen dat je niet tegen die muren aanrijdt. Dat is zonde. Ja. Precies. Nou, het lukt ons goed hoor. Zeker. Nog 1 rotonde. Ja, en dan zijn we er weer. En dan zijn we beneden. Precies. Oh, hier moet ik stoppen. Oh ja. Tot die ook groen gaat. Want er staat inderdaad rood licht. Ja.
Zou die dan weer groen worden? Ja, of? Kijk, hij gaat open. Dus dan is die groen en dan mag er één auto doorheen. Ja. Precies. En kijk, we zijn weer buiten. Ja, ja joh, we zijn weer buiten. Jee. We zijn weer buiten, jongens. Nou, yeah. We hebben het allemaal gered, Bart. Ja, precies. Het was wel leuk, hè? Ja, absoluut. Ja, nou, we zijn nu weer aan het rijden. Ja. We hebben ontzettend slecht weer, maar daar hebben we in de auto geen problemen mee. Kijk Bart, als je daar naar boven filmt, dan zie je waar we toen net waren. Ja, hoog hè? Zo, leuk was dat. En dan gaat Peter daar dus altijd wonen. Inderdaad. Nou, zo. Wij moeten hier weer even stoppen, want er komt een tram aan. Een tram, ja. Zo'n tram heeft altijd voorrang, hè? Ja, precies. Ja. Nou, nu moeten we zo meteen daarheen. En dan de brug over. Nou, en dan komen we vanzelf weer thuis. Ja. Nou, dit hier links is het scheepvaartmuseum. Ja. Daar liggen allemaal oude boten en ijskramen van vroeger. En die worden tegenwoordig niet meer gebruikt. Dus die stoppen ze in het museum en dan kunnen mensen toch zien hoe het was toen. Ja, precies. Oh, er komt weer een tram aan. Ja. Dan blijf je hier wel even staan. Ja, precies. Ja, nu rijden we op de Erasmusbrug. En we hebben de Hoge Toren gezien. Ja. En we zijn nu op weg even om Peters oude woning, waar hij nog woont, te bekijken. Ja. En dan gaan we richting Rome. En dan hebben we het voor vandaag weer gehad. Precies, dus ik zou zeggen, nou dan bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. En dan zeggen wij nog maar één en dat is adios.